Hoe is NBA 2K18 op de Nintendo Switch? Ewa internetgeneratie, vandaag ga ik het met jullie hebben over NBA 2K18 op de Nintendo Switch. De game is de eerste game die uitkomt met levensechte graphics op de Nintendo Switch. Dus laten we gelijk even kijken, hoe ziet die game eruit? Nou, zoals jullie nu zien, de game ziet er in principe best wel prima uit. Tuurlijk, de PlayStation 4 en de Xbox One versie blijven superieur. Maar toch, voor een Nintendo Switch moet ik zeggen, het ziet er echt serieus best wel goed uit. We zien op dit moment natuurlijk wel beelden als de Switch docked is. Dus dat wil zeggen dat we nu niet zien hoe de game op de handheld mode speelt. Maar daar gaan we zo meteen meer over laten zien. Check eerst even hoe de game eruit ziet. Ik moet zeggen, ik had het niet verwacht. Het ziet er serieus best wel indrukwekkend uit. En het vette is, alle features zijn aanwezig. Dus er is niks uit de Switch versie gehaald wat de console versies, of de Switch is ook een console, wat de PS4 en de Xbox One versie wel hebben. Dus het is gewoon de complete NBA 2K18 experience, maar dan op de Switch. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe ziet die conjo eruit in handheld mode? Goed, zoals ik natuurlijk net ook al zei, alle features van de NBA 2K18 zijn gewoon beschikbaar. En het vette is, je hebt dus natuurlijk ook gewoon het My Team, waarin je natuurlijk player packs en weet ik het wat allemaal kan kopen en je eigen Dream Team kan samenstellen. Maar je hebt ook dit, My GM My League, waarin je van alles zelf kan instellen. En je hebt My Career. En in My Career zit ook de Neighborhood Mode. Dat is een beetje de story mode van NBA 2K18. Maar goed, wij gaan gewoon even potjes spelen. Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik dit zag, was ik gewoon best wel impressed. Zoals jullie nu ook zien, shit ziet er gewoon serieus legit best wel goed uit gewoon. Het is echt geen slechte poort. En ook in handheld mode blijft de game nog steeds staande. De graphics zijn best wel mooi. Maar dames en heren, hier gaan we beginnen. Dus laten we even een klein stukje spelen. Om jullie een idee te geven hoe deze game speelt en hoe het eruit ziet. En zo te zien gaat het alweer helemaal verkeerd. Nee. Hou die guy tegen. Kom op. Kijk, dit is het dus. Ik weet nog niet helemaal precies goed hoe het spel echt werkt. Ik ben ook geen guy die elk jaar NBA 2K gespeeld heb. Dus dit is eigenlijk voor mij ook de eerste in ooit. Dus dat. Nou goed, ze hebben in ieder geval één keer gescoord. Nu is de kans aan mij. Pas hem even naar die guy toe. We willen hier even langs. Pas hem even terug. En dan gaan we doen vanaf hier. Gaan we doen? Nee, we gaan het niet doen. Maar goed, kijk. Ook zoals wat je nu ziet. Al die mannetjes die over het veld heen rennen. Het is gewoon echt best wel een vloeiende ervaring. Alles ziet er gewoon echt soepel uit. En de graphics zijn serieus gewoon, ik had niet verwacht dat het ook in handheld mode er nog zo impressive uit zou zien. Ik had overigens ook niet verwacht dat ik elk schot op de basket zou missen. Maar goed, dat is een extra bonus die jullie er gewoon gratis bij krijgen. Dus goed mensen, dit is NBA 2K18 op de Switch. Hoe het is, dat is aan jullie. Maar ik ben zelf best wel impressed door deze ervaring. Of je hem nou dock speelt of handheld. Het is gewoon best wel een complete NBA 2K experience. En ik moet zeggen, ik was nog geen fan van de serie. Maar ik merk dat als ik dit heel veel ga spelen, dan denk ik dat ik volgend jaar weer terugkom om de volgende versie te kopen. Goed, dames en heren, dat was het voor deze video. Het is iets nieuws, het is iets anders. Laat even een like achter als je het de moeite waard vond. Kost natuurlijk weer wat extra meer tijd om deze video's in elkaar te zetten. Dus laat ook zeker in de comments weten van welke game zou je nog meer zo'n video willen. En voor nu zeg ik weer, later!